Dit is de MSI G60 2PC 016 NL Ghost. Echt een geweldige 15,6 inch game laptop met een Hazel i7 en 16 GB. En die is uiteraard bedoeld voor de serieuze gamers onder ons. Maar je kan er natuurlijk ook allerlei dingen mee doen, zoals het hobbymatig werken van foto's en video's. Of eens en er dagelijkse dingen zoals internet en sociale media. Nou, in deze laptop vinden we het speerpunt van deze laptop. Dat is die GeForce GTX 860M. En dat is de nieuwste reeks van Nvidia, geschikt voor de nieuwste spelletjes op high tot ultra. Nou, als we eerst even gaan kijken naar de behuizing van dit apparaat. Dan zien we dat die over de gehele linie gemaakt is van een aluminium. En... voor de kenners onder ons, MSI was nooit echt van de slikke designs. Die waren altijd van de dikkere designs, ook mede door de hardware die erin zat. Zo had je altijd van die dikke, bulky, heel bling-bling, flashy laptops. En met deze laptop zijn ze echt een andere weg ingeslagen. Dat zie je hier meteen aan de bovenkant al. Heel minimalistisch. Mooie zwarte aluminium brush look, MSI logo en een oplogend gaming G-series in het midden. En aan de onderkant... ziet er niet zo heel veel spannends, maar hij is gewoon lekker strak afgewerkt. En aan de binnenkant trekt zich dat helemaal door in de rest van de laptop. Zo zie je dat hier ook om het toetsenbord heen, waar die overal die mooie chique uitstraling heeft. Dat aluminium overigens zorgt er wel echt voor dat hij heel erg gevoelig is voor vingerafdrukken. Maar als ik deze had, zou ik hem ook de hele dag aanraken uiteraard. Als we even naar de bezel kijken, het is een 15,6 inch laptop, maar de bezel van het apparaat is redelijk dik. En dat komt ook omdat de hardware die erin zit de laptop wat breder heeft gemaakt dan een conventionele 15,6 inch. Maar, wat heeft MSI gedaan? Als we hem even dichtklappen, is hij maar 1,99 centimeter dik. En dat is echt heel bizar. Het is de dunste gaming laptop die op dit moment op de markt uit is. En hij is nog geen 2 kilo door die... alloy combo waarvan die vervaardigd is. Dus een heel licht materiaal. En zo is hij echt ultra compact voor een laptop met deze specificaties. Nou, hij is echt heel mooi afgewerkt en compact. En je zou bijna niet meer kunnen wensen in een game laptop. Nou, als we even over het scherm gaan hebben. Zien we aan de binnenkant dat hij een Full HD mat scherm heeft. Dat betekent dat je heel weinig last hebt van reflecties en overal goed zal kunnen gamen. En waar ik normaal gesproken zeg dat een mat scherm iets minder volle heldere kleuren produceert dan bijvoorbeeld een glanzend scherm. Was ik bij deze wel echt verbaasd over de kleurproductie van deze laptop. Hij heeft echt een heel mooi contrast en alle kleuren zijn heel vol en helder. Dus hij doet absoluut niet af aan een glanzend scherm. Aan de bovenkant van het scherm vinden wij een HD-ready webcam. En hij heeft een SteelSeries toetsenbord, wat naar wens instellen is met van alle kleuren die je per toets kan instellen. En uiteraard heeft hij een touchpad met twee fysieke knoppen aan de onderkant, wat heel netjes is weggewerkt in het design van de laptop. Deze bar die je hier aan de bovenkant ziet overigens, is geen soundbar. Dat is een van de vele exhausts die deze laptop heeft. En de soundbars zitten aan de onderkant, de speakertjes zitten aan de onderkant van de laptop. Dus laat je niet voelen. En hierdoor heb je ook iets minder ruimte aan de onderkant om je pols op te laten rusten. Maar je kan natuurlijk altijd een draadloze of een bedraden muis op het apparaat aansluiten. Nou, in de laptop vinden we ook nog Bluetooth 4.0. Hij heeft drie USB 3 poorten en hij heeft WIDI, wat ervoor zorgt dat je kan streamen met andere apparaten die ook WIDI hebben. Natuurlijk heel fijn is als je bijvoorbeeld je grote screen captures wil streamen naar andere apparaten. Ook heeft hij packet prioritization, waardoor je dus je games altijd voorrang kan geven over andere netwerkgebruik. In de laptop vinden wij een 1 terabyte harde schijf en een 128 gig SSD. Dat betekent dat al je spelletjes razendsnel zullen laden. En de batterij die erin zit gaat met normaal gebruik tot 5-6 uur mee. Wat toch wel uitzonderlijk is voor een game laptop. Maar mocht je nou echt gaan blazen op ultra, dan gaat die, toen ik het test, in ieder geval ongeveer 30-35 minuten mee. Nou, ik heb eigenlijk niks slechts te zeggen over deze laptop. En wil je er nou meer over weten of wil je hem gelijk aanschaffen? Ga dan naar laptopshop.nl of .be of kom langs in een van onze winkels.